Geen dag allemaal interview te doen, maar ik kan er niet omheen deze keer. Matthias Lens en Laurelien, proficiat. Dank je wel. Jullie zien er gelukkig uit. Voelen jullie jullie al anders zo? Een beetje mama en papa gevoel, is dat er al? Ik vind dat dat toch al een beetje begint, hè, dat mama en papa gevoel. Zeker nu mag het geweten zijn en nu kunnen we er volop van genieten. Dus dat begint te komen, dat mama gevoel. En bij jou? Ja, absoluut. Papa gevoel. Ja, papa gevoel. Ja. Eerst, zonder de mensen dat het wisten, was het voor mij ook nog zwijgen en zoveel mogelijker. Moeilijk? Heel moeilijk. Heel moeilijk, absoluut. Dus het is geen zwijger? Normaal niet, nee. Maar nu moest het echt wel en dat was heel, heel lastig nog wel. Zeg, en voor wanneer is het kindje eigenlijk? Het is uitgerekend op 18 september. Maar, ja. 18 september, dus dat betekent even rekenen. Dan is het gemaakt ongeveer... 18 december. Ah ja, was dat een speciale dag? Nee, toch niet, hè? Maar rond de feestdagen is dat blijkbaar toch altijd wat romantischer, hè? Dus kijk. Ja. Mag ik misschien vragen, maar dan wel natuurlijk heel zedig voor de camera een kusje te geven. Met geluid. Fantastisch.